website. Cyberaanvallen zijn de nieuwste vorm van terrorisme en dus gaat nu zelfs de AIVD zich ermee bemoeien. Hoe groot het gevaar is, bespreek ik met onze internet-expert Danny Mekic. Danny, goedemorgen. Goedemorgen, Eva. Danny, kan ik thuis veilig mijn computer opstarten of is de kans groot dat een of ander digiterrorist mee zit te kijken? Wat denk je? Nou ja, de kans is aanwezig dat computers tegenwoordig natuurlijk een virus bevatten. En die kans lijkt steeds groter te worden. Want wat we de laatste tijd zien, de laatste jaren eigenlijk, dat steeds meer georganiseerde misdaad ook gebruik maakt van computers, van virussen. En dat die ook worden gebruikt om met name gevoelige informatie te stelen van consumenten. Maar misschien met name ook wel grote bedrijven, ziekenhuizen, overheden, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus, maar ja, dat advies, dat staat natuurlijk al een paar jaar ervoor zorgen dat je een antivirusscanner hebt, een firewall, een blokkade tussen jouw computer en de rest van het internet. En goed opletten of je geen rare dingen ziet verschijnen op je beeldscherm. Maar ik zou gewoon vooral computers blijven gebruiken. Dat dacht ik al dat je het zou zeggen. Ze hebben 750 gigabyte gestolen, geloof ik. Dat waren meer dan 1 miljoen pagina's als je dat uit zou printen aan informatie. Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Waren dat allemaal computers die geen firewall hadden of geen filter? Ja. Nou, vorig jaar werd bekend dat er een heel groot netwerk bestond van zo'n 150.000 computers. Die computers waren met elkaar verbonden eigenlijk via een soort van netwerk. En op al die computers werd gevoelige informatie gestolen. Die informatie is op één systeem ondergebracht. En onderzoekers en onderzoeksbedrijven is in staat geweest om die informatie te verkrijgen. Dus we kunnen straks zien, want dat gaat onderzocht worden door de AIVD, maar ook de MIVD, het Openbaar Ministerie, politieteam Hightech Crime en het Nationaal Cybersecurity Center. Waarom ik dit allemaal zeg, is om aan te geven hoe groot dit is. Dat er dus heel veel overheidsinstellingen nu naar die data gaan kijken. En waar ze denk ik met name proberen achter te komen is: A, welke informatie is kwijtgemaakt, is gestolen. B, vormt dat een risico? En C, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die risico's verkleind worden en dat dit in de toekomst misschien minder snel gebeurt ook? Het onderzoek komt eraan. Laten we even kijken. De AIVD, het Openbaar Ministerie en de politie gaan het databestand analyseren dat vorig jaar werd gestolen bij een grote cyberaanval. De NOS berichtte vorige week over die aanval met het Citadel-virus. Daarbij kregen Oost-Europese criminelen gevoelige gegevens van bedrijven en instellingen in handen. De eerste resultaten worden over 3 weken verwacht. Wat denk je dat die criminelen met die gegevens kunnen doen? Ja, nou ja, het is te vermoeden dat dit op zich niet de criminelen zijn die daar zelf iets mee gaan doen. Je ziet vaak dat dit soort teams, want dit is niet één iemand die dit gedaan heeft, dat moet echt om meerdere mensen gaan, dat zij deze informatie gaan verhandelen. En dat betekent dus dat die gevoelige informatie op de vrije markt terechtkomt en dat er dus andere criminelen zijn die daar weer iets kwaads mee willen doen. Ja, dat kan gaan om het verzamelen van inlichtingen over hoe een land als Nederland kwetsbaar gemaakt kan worden of kwetsbaar is op dit moment voor aanvallen via het internet. Maar het kan ook bijvoorbeeld gaan, dat zagen we in andere landen, om informatie over hoe je bijvoorbeeld totale fabrieken, ziekenhuizen plat kunt leggen. Dus het is heel goed en heel belangrijk dat dit nu goed onderzocht wordt om goed te zien wat er precies is kwijtgemaakt en wat de risico's zijn. Ja. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ik heb ook niet zoveel zin om te gaan betalen met mijn mobiele telefoon. Want dat is iets nieuws wat eraan zit te komen. Ja, wat houdt het precies in? Ja, nou, er is een nieuwe technologie. We zien hem eigenlijk al in de OV-chipkaart. Het contactloos kunnen betalen. Dat heet NFC, Near Field Communication. Dat betekent, ja, je houdt hem dichtbij en dan kun je al betalen. Ja, en het is een soort prestigeprojecten van banken en telecombedrijven. Daar zijn ze al jaren heel veel geld in aan het investeren. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En wat straks mogelijk is, is dat je dus met jouw eigen telefoon een betaling kunt verrichten. Je telefoon is dan de OV-chipkaart eigenlijk. Mm-hmm. En het opladen of het tegoed, dat komt bij je bankrekening vandaan. Het zou super efficiënt en snel zijn. Laten we even kijken naar een korte uitleg. This is a wallet. And now, so is this. Just ring up the goods and ask the customer cash, card or Google Wallet. If they say Google Wallet, have them activate their phone screen and tap it on the contactless reader or terminal. They may be prompted to enter their Google Wallet PIN on their phone. En tap again. Ja, het bestond al in Amerika. Nu gaan Nederlandse banken er ook aan meedoen. Hoe veilig is het? Ja, nou niet. Net als eigenlijk alle andere betaalmethoden. Pinkaarten zijn niet veilig. Internetbankieren is ook niet 100% veilig. Dus ook dit is maar niet 100% veilig. Maar in dezelfde mate van onveiligheid? Want ik bedoel, iedereen in Nederland doet aan internetbankieren, gebruikt een pinpas. Ja, nou het interessante is dat nu je pinpas wordt verstrekt door de bank. En op het moment dat deze manier van betalen wordt gebruikt, dan is het je eigen telefoon die je moet gaan beschermen. En dat zorgt dus wel voor meer hoofdzorgen. Want dan moet je ook je telefoon gaan beveiligen met een antivirusscanner. Want als er een virus op de telefoon komt te staan waarmee je wilt betalen, dan is het mogelijk dat daarmee data wordt gestolen, zoals we in het vorige item zagen, maar dat ook bijvoorbeeld de betaling wordt gemanipuleerd. Dus het is niet 100% veilig. En de hoofdvraag is eigenlijk: wie gaat straks het risico dragen? Zijn banken bereid om in eerste instantie de financiële risico's te dragen? En wat ik me eigenlijk ook afvraag is:
waarom willen ze dit doen? Het is wel leuk, maar het voegt niet echt iets toe aan de bestaande betaalmiddelen natuurlijk. Dat is niet eens veel sneller, denk je? Ja, het is natuurlijk makkelijk. De bedoeling is dat je bedragen tot 25 euro af kunt rekenen... gewoon door je telefoon tegen de betalingsterminal te houden. Bedragen hoger dan 25 euro moet je alsnog een pincode intoetsen. Veel te veel gedoe. Gaan we niet aan beginnen. Iets heel anders. Er is een Facebookpagina opgericht voor de mensen die verdacht worden van die zware mishandeling in Eindhoven. Ja. En daar is een beetje iets om te doen geweest, want het bestond al. Ja. Ze namen het op voor die verdachten. Ja. Er zijn meerdere pagina's inderdaad geopend. En één daarvan was, want inmiddels is de pagina offline gehaald, geen 8 daders, wel 3 daders. Dus waarom hun allemaal straffen? Mm-hmm. Je ziet dus dat steeds vaker sociale media ook gebruikt worden door mensen om een statement te maken. En dit is natuurlijk een niet zo heel gangbaar statement, want ik denk dat de meeste mensen zullen denken, ja, die mensen moeten gewoon eerst door een rechter beoordeeld worden en gekeken worden wat ze precies hebben gedaan. Maar ja, je ziet dus ook een tegenreactie ontstaan. En dat is eigenlijk in een vrij land als Nederland, waar je je eigen mening mag hebben, toch ook mooi dat dat mogelijk is. Maar wie heeft het er weer afgehaald? Heeft Facebook het er weer afgehaald? Nou, dat is het lastige. Zelf? Als een pagina wordt verwijderd, kun je niet makkelijk terugzien waarom dat is gedaan. En ik krijg ook heel vaak vragen van hoe moet je nou zo'n pagina verwijderen als je het er bijvoorbeeld niet mee eens bent. Nou, Facebook heeft heel streng beleid. Mm-hmm. Je mag voor heel veel dingen geen promotie maken bijvoorbeeld. En wat hier waarschijnlijk gebeurd is, is dat heel veel mensen melding hebben gemaakt van ja, ik vind deze pagina ongepast. En als Facebook genoeg meldingen binnenkrijgt, dan wordt de pagina eigenlijk automatisch tijdelijk offline gehaald, dan wordt door Facebook gekeken, is het terecht dat dat is gebeurd en dan wordt die eventueel definitief verwijderd. Goed, dankjewel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Danny Mekic.